Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de tweede serie, de Arie Zwijnenburgprijs. Zonne nummer 1, Von Pompon, Samantha Stolker. De 2, Godiva Flevo, Willem Brouwer. Nummer 3, Dancing Noble, met Greta Postumus. De 4, Fleur Zwageman, Klaas Zwageman. Nummer 5, Vakkie Olderson, Lotte de Vlieger. De 6, Zoë Terzijpen, Patricia Koopmans. En de 7, Eagle Transair, Erik Westerveld. Paard achter de auto. ...50 meter tot het startpunt. De start is gevallen. Paarden zijn onderweg en het is na de start Fleur Zwageman aan de buitenzijde van Dancing Noble. En aan de binnenzijde Von Pompon. Dat zijn drie campanen die strijden om leidende positie als ze de eerste bocht doorkomen. Waarbij Von Pompon drie kwart lengte voorsprong nu heeft op de tweede plaats Dancing Noble. De derde plaats is daar achter voor Godiva Flevo. Dat zijn op dit moment de drie best geplaatste paarden. Fleur Zwageman die ligt inmiddels in vierde positie. Daarachter volgt dan Vakkie Olderson. Die wordt dan gevolgd door Eagle Transair. En enkele lengte daarachter ligt als laatste van het peloton Zoë Terzijpen. Als de paarden nu de reguliersbocht doorkomen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Met nog altijd Von Pompon. Von Pompon heeft een lengtevoorsprong genomen. Op de tweede plaats daarachter Godiva Flevo. Derde positie is dan voor Dancing Noble. Vierde aan de binnenzijde volgt Fleur Zwageman. En achter Fleur Zwageman is het Eagle Transair. Die gevolgd wordt door Zoë Terzijpen. Zo wordt de Jong Holland bocht weer gerond. En is het gezelschap op weg naar de overzijde van de baan. Met onveranderd Samantha Stolker met Von Pompon. Die een lengtevoorsprong heeft. Op de tweede plaats daarachter volgt dan Godiva Flevo. Derde is nu Fleur Zwageman met een hoofdje voorsprong op Dancing Noble. Daarachter volgt dan aan de binnenkant Eagle Transair die geflankeerd wordt door Vakkie Olderson. En laatste van het peloton is nog altijd Zoë Terzijpen. Als de paarden weer de reguliersbocht ingaan op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En Von Pompon de touwtjes nog altijd stevig in handen heeft met Samantha Stolker. Daarachter volgt op de tweede plaats dan Godiva Flevo. Zo zijn we dan in de rechte lijn. En hebben we zo dadelijk nog één volle ronde voor de boeg hier in Alkmaar. Met nog altijd Von Pompon, onveranderd die lengtevoorsprong op Godiva Flevo. En aan de buitenzijde Dancing Noble. Vierde aan de binnenzijde Fleur Zwageman. Daarachter is het Vakkie Olderson, Eagle Transair. En onveranderd laatste is Zoë Terzijpen. Paarden zijn halverwege de bocht en gaan voor de laatste maal op weg naar de overzijde van de baan. Met nog altijd Von Pompon die de kar trekt. Met een lengtevoorsprong op Godiva Flevo, Fleur Zwageman. Daarachter Dancing Noble, plat op de plank. Maar Vakkie Olderson wordt nu gelanceerd door Lotte de Vlieger. En daarachter is het dan Eagle Transair. En zo gaan de paarden af op de laatste bocht. Met onveranderd Von Pompon, een halslengtevoorsprong. Op een aandringende Godiva Flevo die nader en nader en dichterbij komt. Zo zijn we dan de bocht aan het uitdraaien. Met op afstand Fleur Zwageman die de derde plaats op dit moment uitvecht met Vakkie Olderson. We zijn in de laatste rechte lijn, 150 meter nog te gaan. Von Pompon aan de binnenzijde, aan de buitenzijde. Godiva Flevo, maar Von Pompon trekt weer aan en wint. Op de tweede plaats Godiva Flevo, dan volgt Fleur Zwageman met Vakkie Olderson.